Ik sta hier bij een scheidend wethouder. Hoe voelt dat? Dat is heel apart. Want van de ene kant, ik heb bijna 8 jaar het ambt van wethouder eigenlijk mogen uitoefenen. Heb ik met heel veel plezier gedaan. En ik hoop ook dat de burgers daar ook veel van gemerkt hebben. Althans voor dat deel waar ik verantwoordelijk voor was in mijn portefeuille. En op enig moment moet je het ook kunnen loslaten. Het is niet alleen vanwege mijn leeftijd. Ik ben nu 71. Je zou, als je goed gezond blijft, nog een periode door kunnen gaan. Maar ik heb wel de behoefte om wat meer vrije tijd te hebben. Want het wethouderschap, ja, je bent eigenlijk 24 uur wethouder. Niet dat je 24 uur aan werken bent. Maar het is wel iets waar je dus constant mee bezig bent. En je hebt heel weinig vrije tijd. Zou het nou niet goed zijn dat er een wettelijke termijn komt, dat bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd wordt dat een wethouder niet langer dan 8 jaar mag blijven zitten? Ik hou niet zo van regeltjes, hè? Maar het is wel zo, kijk, van één kant heb je natuurlijk wel een stukje continuïteit nodig en ook historie, want anders dan wordt het toch te veel een wilde boel. Maar hele lange wethoudersperiodes, hè, zoals we die hier bijvoorbeeld in IJzermarkraten kennen, dat is ook weer niet goed. Want dan slijt het er allemaal een beetje in en je hebt het allemaal wel een keer gezien en meegemaakt. En dan lijkt het allemaal heel erg vanzelfsprekend. Mm-hmm. En alles wat er in een gemeente gebeurt is niet vanzelfsprekend. Nee. Het is hard werken af en toe. Zeker, maar als je op een goede manier, hè, zowel met de burgers als met de ambtenaren kunt samenwerken, dan is het ook heel leuk. En als je zo nu en dan ook succesjes kunt boeken, dan voelt dat heel goed, ja. En als u nu terugkijkt, hè, wat heeft u nu het meeste kopzorgen gebracht in die periode? Het meeste kopzorgen is toch dat wij er nog steeds onvoldoende in slagen om onze burgers de positie te geven die de burgers verdienen. En dat is dat we helemaal in het begin van processen, in het begin van het maken van beleid, burgers op een goede manier moeten betrekken, zonder ze wat wijs te maken, hè, zonder ze hele hoge verwachtingen voor te houden, die we toch niet waar kunnen maken, maar wel burgers ook een recht wat ze hebben, om dat ook tot uiting te laten komen. En daar gaat straks die omgevingswet dan voor zorgen? Ik denk, die omgevingswet is daarvoor bedoeld, hè, dus om echt aan de voorkant ook al die inspraak van burgers mee te nemen. En ook om een heleboel andere wetten, hè, die een verzameling van wetten, om die toch wat te comprimeren. Mm-hmm. Of het allemaal inzichtelijker en overzichtelijker wordt, dat moeten we nog allemaal gaan bezien. Maar de intentie is er wel. En wat u betreft, het zwarte gat, of hebt u al een invulling gevonden? Mijn vrouw die zorgt wel dat er geen zwart gat zal zijn, want die heeft al een briefje met allerlei klusjes, maar daar ben je natuurlijk binnen een half jaar doorheen. Maar ik heb ook nog hele leuke hobby's waar ik de laatste jaren niet meer aan toegekomen ben. Die wil ik graag gaan doen. Ik heb 3 prachtige kleinkinderen, daar wil ik van gaan genieten. Ik hoop samen met mijn vrouw in een goede gezondheid nog een aantal jaren mee te kunnen. En dat gaat vanzelf, daar ben ik niet bang voor. Jo, vanavond komt er een einde aan een tijdperk voor jou. Waarom? Nou, heb ik al eerder gezegd. Ik vind eigenlijk dat je niet al te lang op het bestuurdersplusje moet blijven zitten. En ik vind dat je daar dan ook de consequenties nemen. Dus ik heb bijna 2 periodes wethouder van de gemeente IJzermarkraten geweest. Het is misschien goed om daar nog een hele korte periode aan vast te plakken, maar korte periodes geeft het niet in de politiek. Dus ik vind het eigenlijk, om de politiek weer een keertje te verfrissen, goed dat je ook een stap terugneemt. Ja. Nou heb je onlangs een behoorlijk pittig stuk op Facebook geschreven. En het ging er vooral over dat gemeenteraadsleden of mensen die op de verkiezingslijst staan, zich allerhande zegeningen toe eigenen. Ja. Over onderwerpen waar ze zich nooit verder mee bemoeid hebben. Zat het je zo hoog? Nou, je ziet natuurlijk van alles langskomen tijdens de verkiezingen. Ik heb mezelf voorgenomen, dat staat in datzelfde stuk, dat ik niks lees. Ik leg de etalage, die leg ik naast me neer. Verkiezingsfolders lees ik niet. Maar je hebt altijd mensen om je heen die daar een tent op maken. Dan ga je nakijken.
En dan zie je soms dingen staan, denk van hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat mensen plotseling de bedenker zijn van een hoeskamerproject, terwijl al die vrijwilligers die dat bedacht hebben, die doe je dan geweldig tekort. En dat stuit me dan tegen de borst, dat je mensen dan op die manier onrecht aandoet, door jezelf op die manier op te hemelen. Dus ik denk, op Facebook, dat is een leuk platform om daar een paar woorden aan te wijden. Ja, ja. Waar ben je het meeste trots op over de afgelopen 8 jaar? Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat ik natuurlijk met heel veel portefeuilles ben bezig geweest. Ik vind het meest in het oog springende, ja toch, waar we het net heel even over gehad, die huiskamerprojecten wat we in de gemeente hebben kunnen realiseren. Maar ik ben eigenlijk vooral trots op al die vrijwilligers die dat voor elkaar hebben gekregen. En dat hebben we toch allemaal samen moeten doen. We hebben bijvoorbeeld ook de subsidieverordening hebben we geharmoniseerd zonder dat daar vervelende woorden over gevallen zijn. We hebben ook de zorg, hè, in het kader van de 3 decentralisaties, hebben we op een goede manier in deze gemeente weten in te bedden. Ja. Niemand is tussen wal en schip gevallen. Dat zijn de dingen waar ik eigenlijk met heel veel genoegen naar terugkijk. Ja. Dus je kijkt echt met een voldaan gevoel terug op die 8 jaar. Ja, dat is helemaal waar. Ja. Ja. En dan nu? Wat gaat er nu gebeuren met al die vrije tijd? Ja, dat weet ik niet. Dat hebben we de laatste tijd al vaker gevraagd. Maar ik wil eigenlijk morgen vroeg afwachten wanneer de definitieve uitslag bekend is. Dan weet je ook hoe een en ander ervoor staat. Welke rol ga ik nog in de partij spelen? Ja. Misschien nog in een commissie? Misschien op een andere manier? Dus morgen ga ik eens goed nadenken, omdat ik dan weet hoe het speelveld eruit ziet, over wat ik in de toekomst ga doen. Ik kan in elk geval terug naar mijn oude werkgever en wie weet ga ik weer in de gegenstaat werken. Dus nog niet politiek moe? Nee, ik ben zeker niet politiek moe. Nee, ik stop niet omdat ik politiek moe ben. Dat zou een misvatting zijn. Ja.